Ja, ik sta hier op de Linja in Hannover. We zijn hier voor deze beurs om hem te bezoeken. Hij is ongelooflijk groot. Wat je achter me ziet is niet representatief eigenlijk, maar toch wel gaaf om even te zien. Er is een klein buitenexpositie die vooral gaat over houtwinning en het schillen en het bewerken van rondhout. Binnen in de enorme hallen zijn heel veel verschillende leveranciers van houtbewerkingsmachines op alle vlakken. Duitsland is duidelijk wereldmarktleider op dit gebied. Je hoort ook alle talen en het is kennelijk ook, de allergrootste internationale beurs op dit gebied. We zijn hier 2 dagen, we hebben al een dag rondgelopen en als er 1 duidelijke trend is, dan is het wel robotica. Robots bestaan natuurlijk al langer en gerobotiseerde, geautomatiseerde machines bestaan al langer. Maar wat echt de trend is dat er dat allemaal aan elkaar gekoppeld wordt tot 1 groot geautomatiseerd systeem waarin je complete industriële lijnen van alle mogelijke producten kunt verzinnen. Met als opvallende nieuwkomer ook echt totaal geautomatiseerde industriële lijnen voor HSB-elementen, voornamelijk dat. En ook voor het bewerken van CLT. Want iedereen die we hier spreken, heeft het ook in Duitsland over een echte houtbouwrevolutie. Een enorme opkomst van het bouwen met hout. En daar horen natuurlijk verschillende machines bij. Ik denk dat er ook in Nederland enorm veel nog te industrialiseren valt en dat een beurs als deze daar een enorm goede indruk geeft van wat je allemaal op dit gebied eigenlijk wel kunt doen.